Hebben jullie vast ook wel eens dat je zin hebt in iets lekkers, maar je hebt niks in huis en het regent. Nou, het is nu heel mooi weer, maar stel het regent. En dan heb ik hier een oplossing. Dan maak je chocolade mug cake. Mug betekent mok. Dus nou, ik heb nu een glaasje, anders kan je niet zien wat ik doe. Maar je maakt gewoon een cakeje in je koffiekom of in je theekommetje. Heel makkelijk, super snel. Ik laat het zien. Zelfrijzend bakmeel heb je nodig. 2 eetlepels. Ik ga het wel even zeven, want klontjes zijn niet handig. 2 eetlepels. Dan heb ik 1,5 eetlepel cacao. Dat had ik al afgemeten. Dat meng je een mini beetje zout voor de balans. Dan 1,5 eetlepel neutrale olie. Ik heb zonnebloemolie. Je mag ook gesmolten boter nemen. Anderhalve eetlepel suiker, want kijk, zonder suiker is het niet lekker. En dit is een guilty pleasure dingetje. En dan moet er nog een beetje vocht bij, dus ik heb ook nog een beetje melk. Ook 1,5 eetlepel. 1,5. Nou, dat moet goed gemengd. Alle klontjes eruit. Zorgen dat je goed tot aan de bodem komt. Dat het een lekker papje wordt. Dat is het. En dan zet je het in de magnetron. Mijn magnetron heeft 750 graden. Daar gaat hij 2 minuten in. En dan is het klaar. Het is magic.